Hallo YouTube, je kijkt naar Dus David Games en ik ben Bo en ik doe vandaag een gastrol op Dus David Games. We gaan vandaag Amnesia spelen en niet het spel zelf, maar een custom story, want ik heb het spel zelf al uitgespeeld. Dus dan zou ik eigenlijk moeten doen wat ik, dan wist ik eigenlijk al wat ik al moest doen. Ik ga vandaag de Abduction spelen, want ik had gelezen dat dat een goed ding is, dus You're startled by a loud crash in the middle of the night. Er is dus iets, een heel hard geluid in het midden van de nacht. Ga kijken wat er aan de hand is. Start. Wow. Dat is er dus aan de hand. Mooi bed heb ik. Waarom lag ik op de grond te slapen? Oeh. Oké. Wat kan ik? Oeh. Right mouse. Hold R. R. Nee, R. Wow. Right mouse. Wow, ik ben sterk. Heb ik Tinderbox bij me? Wat? Tinderbox. Ah. Oeh. Gimme. Wat hebben we hier? Niks. En dan hier. Niks. En we dachten van hier. Sleutel. Bedroom key. Hoezo bedroom key? Turn on the lights. Waar? Kan ik deze aandoen? Oh nee, daar kan ik niet zitten. Zit hier iets in? Nee. Wat hebben we hier? Oeh. Kan ik nu piano spelen? Nee. Doe hem netjes dicht. Zo. Nee. Welke sukkel sluit zich zo... Oh. Oké. Okay. Ik drukte dus op een knopje. Dat is dus mijn inventory. Welke sukkel sluit zichzelf op 's nachts? Ik niet. Ik wil graag veilig zijn als er brand is. En ik word gek van het... nachtdonkerheid. Dus ik moet even... Waarom is het buiten licht? Maar is het in the middle of the night? Of is dat een of ander alien licht of zo? Het klinkt een beetje als een alien verhaal. Oké. Okay. Hoe kan ik dat? Hoe, oh, oké. Okay. Oh. Oh my god! I made it. Sluiten we dat op zodat er geen mensen in mijn bed gaan slapen? I made it. Ah, oh, dat had ik niet moeten doen. Ik dacht dat het... Oh, kan ik hier naar buiten? Downstairs. I'm going downstairs. Oh, dit laat lekker snel. Normaal duurt dat heel lang. Oké. Ik loop altijd maar naar achter, want je weet maar nooit wat je tegenkomt. Licht! Stop met gek worden. Yeah. Wat kan ik? Dan kan je hier zo'n Spaanse huisruzie hebben. Puerto Bestavera! Wow. Daar wil ik zitten. Eten. Nee. Oké, waar? Daar. Hierheen, neem ik aan. Wat ligt hier? Oh, dat was dat bord dat kapot geworden. Hallo? Is hier iets dat mijn hersens wil opeten? Nee, dus. Hallo? Is hier iets dat mijn hersens willen opeten? Waar de fuck ben ik? Oh. Wat is dit? Wat moet ik hiermee?
Deze wil ik hebben. Wow, wow, wow. Wat was dat? Ja. Ik ga dat daar nog wel even onderzoeken. Als hier nog iets te onderzoeken valt. Hier is niks. Oké, zodra ik iets van de monster zie. Wat denk ik heel snel wordt. Even mijn bord netjes neerleggen. Godver. Oké, wacht maar. Wacht maar. Ik heb hem. Oké. Dan moet ik die deur netjes openmaken. Dus ik doe mijn bord netjes op. Ik ben te lang. Waarom ben je zo lang? Hey. Waarom is het mijn personage te lang? Dat heb ik goed gedaan. Nee. Food storage. Oh yeah. Ik ga me vol vreten. Oh, dit heeft meteen een minder leuke. Hey, je poos! Wow, 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 wow. Sanity? Oh, ik ben echt gestoord. Wat knalde daar open? Ligt hier iets waarmee ik kan vechten? Wat was dat? Wat was dat? Wat was dat? Normale mensen zouden nu super bang zijn, maar ik heb de hele mainstream uitgespeeld. Dus dan schrik ik echt niet meer. Fuck, 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 monster! Monster! Godver... Nee, ah! Wat, you cannot die yet. Oh, dus ik ga op het einde dood zeker? Oh, ik denk, ik neem aan dat dat de bedoeling was dat ik dood ging. Want hij laat toch weer een nieuw stuk en normaal spawn je gewoon weer bij die deur daar waar ik zojuist... Wow. Your sanity is now dangerously low. Make sure you can stay in the light and make progress. Stay in the light. Oh. In de mainstream mag je niet op dat spul gaan staan, want dat maakt je dood. Wat, waar ben ik? Is dit een soort van cel? Ja, dit is een cel. Kan ik hier tussendoor? Het is hier kapot. Hoe kan... Oké, dan. En dan zet ik hem recht neer. Yeah. Nee. Ik spring er steeds overheen. Nee. Oké. Waar ben ik überhaupt? Welke gozer heeft zoveel poep in zijn huis? Oh. Oh, now I get it. Oké, wacht. Iets dichterbij. Yeah. I'm the best. Oh nee, toch niet. Herp derp. Hoek. Ah, ik word die... Nee. Kan ik dit ook breken? Kan ik deze ook breken? Nee, dat kan ik niet. Oké, wacht. Misschien als ik hem op een manier kan kantelen. Dan leg ik hem zo op zijn zijkant. En dan kan ik over de zijkant lopen. En dan zou het eventueel wel kunnen lukken. Maar ook als ik hem misschien recht krijg, kan ik er ook al langs. Maar daar is niemand zeker van. Oké. Nee. Derp. Oh, wat nou als ik hem zo neerzet? Jij. Nog een klein beetje. Waarom heb ik überhaupt een bed? Ze haten me, dus waarom geven ze me dan een... Nou! Oké, dan deze. Kom hier. Ga hier op. Goed zo. Ga ik op jou staan.
Yeah! Ik ben eruit gebugd. Ik ging de hele tijd bukken en dan springen. Oké, wil je weten hoe dit afloopt? Hoe dat afloopt? Daar kom je nu niet achter. Want, dat is natuurlijk, dat is ook altijd bij alle soaps. Daar zit er zo'n cliffhanger aan vast. Wil je weten hoe dit afloopt? Schrijf dan even in de reacties van, oh, deze gozer is echt goed. Ik wil meer weten. Want misschien komen dan meer afleveringen van deze serie. Dus zet even in de reacties wat je ervan vindt. Of je meer wilt of niet. Kijk ook even op mijn kanaal. Link in de beschrijving. En dan zie ik jullie misschien wel weer de volgende keer.